dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Denise en vandaag ga ik jullie mijn top 10 beauty favoriete producten laten zien. Dus laten we snel beginnen. Er zit trouwens geen volgorde in van nummer 1 is het mijn favoriete en nummer 10 is minder favoriet. Dus ja, dat je het even weet. Als je ons al wat langer volgt en dan vooral mij, dan weet je dat ik heel erg van zwarte broeken hou. Dus daarom kan deze natuurlijk ook niet in dit lijstje ontbreken. Dit is een zwarte broek. Ja, deze is gewoon van de H&M. Super simpel. Deze is dan toevallig ook high waist. Dus die valt ook lekker hoog. Dat vind ik mooi staan met een iets korter topje daarboven. Maar ja, zwarte broeken, daar ben ik echt gek op. Mijn volgende favoriet heb je al wellicht kunnen zien in een andere video. Namelijk in de review van de Pull Off Black Mask. Die ik op Groupon gekocht had. Deze is echt mijn favoriet. Ik heb de afgelopen weken heel veel gebruikt. En ik heb gewoon echt gemerkt dat mijn huid er wat beter van is geworden. En ik vind het ook gewoon, hoe gek dat ook klinkt, een lekker gevoel als je het er zo af kan trekken. Heel raar dit. Maar in ieder geval, ja, hier ben ik ook echt super blij mee. En gebruik ik nog steeds met heel veel plezier. De volgende favoriet is een lipstick, namelijk die ik hier op heb. Deze is van MAC en die heet Captive. Het heeft een satin finish. Dat betekent dat het heel veel kleur afgeeft, maar wel een heel klein beetje glans. En hij is ook dus daardoor wel wat romiger dan een matte lipstick. En daar vind ik hem heel fijn op mijn lippen. Ja, het is een beetje paarsig, maar ja, dat kan je wel zien. En ja, deze is, nou ja, voorlopig nog niet op. Maar ja, ik vind deze echt super fijn. Als je een mooie lipstift zoekt die net even iets anders is dan de nude kleurtjes, dan kan ik je deze zeker aanraden. Mijn volgende favoriet is een doucheproduct, namelijk deze Foaming Shower Gel van de HEMA. Ik vind deze geur zo lekker en ik vind de formule van deze dingen vind ik echt geweldig. Alleen hierdoor al zou je het gaan gebruiken. Het is zo makkelijk, je spuit het, het foamt al helemaal, het schuimt helemaal. En dan kan je het gewoon lekker gebruiken. En ja, ik vind deze ook gewoon heel lekker ruiken. En hij staat ook nog eens hartstikke leuk in de douche. Mijn volgende favoriet is nog een doucheproduct. Namelijk een conditioner van André Lon. Dit is dan toevallig de Keratin Repair. Maar eigenlijk vind ik alle conditioners van André Lon heel erg fijn. Het werkt gewoon heel goed bij mijn haar. Het maakt het lekker zacht en glanzend. Dus ja, als je een goede conditioner zoekt, ga echt eens die van André Lon proberen, want hij is echt top. Dan heb ik nog twee parfums die ik echt geweldig vind. Namelijk allereerst, echt al jaren mijn favoriet, Miss Dior Eau de Parfum. Ik vind Eau de Parfums altijd eigenlijk iets fijner, omdat dat wat beter blijft hangen bij mijn huid. En ja, die van Miss Dior, echt waar. Ik ken gewoon niemand die deze niet lekker vindt. Het is gewoon zo, ja, ik ben heel slecht in geuren beschrijven hoor. Maar ik vind het zo'n lekkere geur en het blijft lekker hangen. En ja, als je deze nog nooit geroken hebt, ga hem eens ruiken bij Douglas. Hij is wel wat prijziger, maar ja, dan heb je ook echt wel wat. De volgende van de parfum is Daisy bij Marc Jacobs. En dat flesje is zo mooi. En ik vind het leuk dat die bloemetjes zacht zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is dan een Eau de Toilette. Maar ook deze blijft heel erg lang bij mij hangen. En ik vind deze ook echt heel erg lekker voor de zomer. Dan mijn volgende favoriet. Grandier Micellaire Water. Echt top. Voordat ik dit gebruikte, haalde ik gewoon echt alleen mijn mascara eraf. En dan was ik klaar. En ik gebruik die van de Kruidvat. Die op basis is van volgens mij gewoon water en olie. Ik heb echt geen idee. Volgens mij is dat het is in ieder geval die witte met blauw. Gewoon van het Kruidvat huismerk. Maar nu dat ik gebruik ik dit daarna. En ik heb echt gemerkt dat ik minder buisjes krijg. Dus het haalt best wel veel vuil nog van mijn huid af. Dus dit vind ik echt geweldig. Het kost dan wel misschien 6 euro voor een fles. Maar ik doe hier echt 2 maanden mee of zo. Dus echt top. Dan een andere favoriet van mij is een wimperkruller. En ik heb nu deze van NYC. Van het Kruidvat. En deze is echt top. Zonder wimperkrullen hoef ik geen mascara op te doen. Want er staan mijn wimpers gewoon zo. En nu staan ze tenminste nog een beetje zo. Dus ja, hier ben ik ook echt heel erg tevreden over. Dan alweer de ene laatste. Dat is deze zonnebril van Ray-Ban. En ik vind deze zo mooi. Ik heb deze in New York gekocht. Echt nog voor een best wel goedkoop prijsje. Want Ray-Ban brillen zijn nou eenmaal wat duurder dan gewone zonnebrillen. Maar ik heb er nog steeds geen spijt van. Ik ben er super blij mee. En ik heb gewoon best wel gevoelige ogen voor het licht. Daarom kijk ik ook soms best wel moeilijke video's en zo.
Omdat ik gewoon daar best wel last van heb. Maar met deze Ray-Ban zonnebril kan ik gewoon bijna recht de lucht in kijken. En heb ik nergens last van. And then last but not least. Deze Numay krultang. Er zit geen klepje op. Hij heeft 3 verschillende opzetstukken. Hij komt in deze verpakking. Daar zit nog een ander gedeelte bij, maar die heb ik niet meer. En kijk, ik heb nu altijd de middelste erop. En je hebt ook nog een grotere en nog een kleinere. Dus je hebt eigenlijk 3 krultangen in 1. En ja, als ik hier met mijn haar krul, blijft het serieus zitten totdat ik mijn haar ga wassen. Dat is meestal 3 dagen, maar mocht ik goede droogshampoo gevonden hebben of zo, dan kan het gewoon serieus een hele week blijven zitten. Dus dat is echt ideaal, want ja, geef toe, haarkrullen kost nou eenmaal best wel veel tijd en helemaal omdat ik best wel dik haar heb. Maar met deze krultang vind ik het niet erg, want dan weet ik dat het gewoon blijft zitten totdat ik mijn haar weer ga wassen. Ook deze kosten wel iets prijziger dan dat je er misschien voor zou willen uitgeven. Maar aan de andere kant, je krijgt eigenlijk een krultang die 3 verschillende opzetstukken heeft. Dus eigenlijk 3 verschillende krultangen en het blijft gewoon heel erg lang zitten. Dit waren dan alweer mijn favoriete beauty producten. Zat er een product bij dat jij ook heel erg fijn vond? Of vind jij een ander product heel erg fijn? Laat het even weten in de reacties. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En heb je nog niet geabonneerd op ons? Kan dat door op deze rode knop te drukken. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Doei doeg!